Als ik het project zou moeten samenvatten in één zin, dan zou ik aangeven dat we een grote uitdaging in een heel dynamische omgeving in een vreselijk lastig tijdperk tot een goed einde hebben gebracht. Op 2 oktober 2021 werd het nieuwe traject Kempenbaan West in Veldhoven in gebruik genomen. Een project van ongekende omvang voor de gemeente, in samenwerking met Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant. Het waarom dat de Kempenbaan is gedaan, heeft vooral te maken met de groeiende economie die we natuurlijk hebben binnen de run. En daardoor was de oude Kempenbaan, die als een 2x1 was uitgevoerd, die was gewoon te klein. Het verkeer werd daardoor niet meer voldoende afgehandeld, waardoor we dus uiteindelijk een probleem hadden. Dan kun je uiteindelijk ervoor kiezen om de Kempenbaan West te verbreden, zoals we nu hebben gedaan, naar 2x2. Maar dan moet je ook doordenken, want dan moet er ook een ontsluiting zijn om dat verkeer uiteindelijk ook ergens naartoe te brengen. Daarvoor hebben wij het viaduct over de A67 gebouwd om het verkeer dus vanuit de run via het bestaande viaduct de Locht naar de nieuwe aansluiting te kunnen ontlasten en ontsluiten op de A67. De bestemmingsplanprocedure die was vrij bijzonder. Allereerst omdat het een hele lange doorlooptijd had. En het was ook heel bijzonder omdat we daar de ADC-toets hebben toegepast. En dat was nog niet veel gebruikt in Nederland. Toen de uitspraak van de Raad van State kwam dat onze ADC-toets was goedgekeurd. Ja, toen hebben we toch wel de kranten gehaald. We waren landelijk nieuws. Zelfs de Raad van State die plaatste nog een persbericht erover. Dus ja, dat is wel iets waar we trots op zijn. Tijdens de verbreding van de Kempenbaan werd ook de basis gelegd voor het viaduct. Maar liefst ruim 6000 vrachtwagens zand waren nodig om de toe- en afritten aan te leggen. Op die hopen zand zijn we toen begonnen ook met het heiwerk. Nou, die palen die zijn ja, vierkant 45 centimeter en waren tot 28 meter lang. Die hebben we de grond in geslagen zeg maar, met een funderingsmachine. Na het maken van de palen hebben we daar een betonnen funderingssloof op gelegd. Om te komen naar een kolom. Hè. Je moet van een paar CT-prikkers, om het zo maar te zeggen, naar een robuuste kolom. En die verbinding maak je in een poer. En op de kolommen komt een balk te liggen waar je dan vervolgens weer brugliggers op kunt leggen. In februari 2021 was het zover. In 3 weekenden werden 's nachts de 69 betonnen liggers voor het wegdek geplaatst. Als Van Gelder moesten we toen zorgen dat de toe- en afritten aan de noord- en de zuidzijde beschikbaar waren voor het verkeer. Zodat toch, ja, ondanks dat er een afsluiting was, je eigenlijk een hele kleine omleidingsroute had. Het werd tot op de minuut gepland dat er een balk aankomt. Die wordt van die vrachtwagens afgehesen, die wordt neergelegd. En eigenlijk op het moment dat ze daarmee klaar zijn, staat de volgende vrachtwagen klaar om de volgende balk weer aan te kunnen haken. Ja, dan gaat je hart wel iets sneller kloppen als je dat soort dingen ziet. Het is eigenlijk een soort van Lego bouwen. Ja. Het is stapelen op dit moment en vervolgens... Als straks veld gemonteerd is, dan worden daar staalkabels doorheen getrokken. En er wordt vervolgens als een ketting worden alle liggers aan elkaar geregen. En dan heb je een monolietdek, zoals ze dat dan noemen. Dus dan gaat het als één grote plaat werken. Ja, als het brugdek ligt, dan komt Van Gelder aan en die draaien daar zeg maar, een speciaal soort asfalt overheen. Dat doen ze ook weer in lagen, een uitvullaag en een toplaag. Na het asfalteren werd het viaduct afgemaakt. Zo werden onder andere de leuningen, anti-gooigaas, verkeerslichten en de daarbij behorende voorzieningen aangebracht. Om fietsers in de nieuwe situatie een veilige route te bieden, is ervoor gekozen om deze aan één kant van de Kempenbaan en de Locht te laten rijden. Daar waar de Locht de A67 kruist, is om deze reden een nieuwe fietsbrug gekomen, los van de rijbaan. Deze brug is in 3 delen gemaakt in Udenhout, waarna ze met speciaal transport naar de voorbouwlocatie aan de Locht in Veldhoven gebracht zijn. En toen de brug zover was om getransporteerd te worden, hebben we wagentjes eronder gereden en zijn we via de Locht richting het bestaande viaduct gereden. Dan zijn we bovenop gaan staan. Ondertussen, toen hadden we ook de snelweg afgezet, 2 grote kranen beneden neergezet om die brug vanaf het bestaande viaduct op zijn definitieve eindpunt te leggen.
De Moormantunnel verbindt de populaire fietsroute Moormanlaan, die door de aanleg van het viaduct Zilverakkers onderbroken werd. Deze tunnel is via een zienswijze van de inwoners tijdens de bouw van het viaduct nog toegevoegd. Dat is dus natuurlijk ook wel een grote wijziging, want dat teluut wat er dus zeg maar moest komen, dat lag er al. En dat is op zich hartstikke goed, want in die zin laat je wel zien, ook als politiek, ook als gemeente, dat je wel luistert naar je burgers en dan uiteindelijk daar toch nog de keuze voor maakt en durft te maken om dan die tunnel dus terug te brengen. Maar uiteindelijk is het in lengte van jaren de bewoners die daar gebruik van moeten maken. Het geluidsscherm langs en rondom de verbrede Kempenbaan heeft niet alleen een geluidswerende functie voor de naastgelegen woningen. Het draagt ook bij aan meer flora en fauna. Ook die schanskorf heeft een ecologische waarde. Dus die stenen kunnen dadelijk plantjes, maar ook diertjes en zo zich verschuilen. Om ook hier zoveel mogelijk natuurinclusief te denken en kansen te creëren. Ik denk dat een groene omgeving doet zoveel voor ook die mentale gesteldheid van de mens. Alles heeft een plek en op het moment dat het klopt, dan voelt iedereen dat het gewoon goed is. Zeg maar. Nou, wat mij het meeste bijblijft aan dit project is dat een project van deze grootte binnen een gemeente als Veldhoven gerealiseerd is. Want normaliter zijn dit soort projecten provinciaal of rijks, maar in dit geval gemeentelijk. En dat maakt het wel bijzonder.